Het was one of those nights, een donkere deken lag over Hoetsie Koetsie stad. Toen ik zag dat het nog een kroegje open was, besloot ik daar een afzakketje te gaan halen. Ik had de avond van mijn leven, want er was een stand-up comedian mop aan het vertellen. Die waren zo leuk. En kan je die van die twee aardbeien die over de koolsingel lopen? Nee. Die ene steekt de straat over, zegt die... Splatsch! Zegt die ander, ga je mee, Sjam? Nou. Ja? Nou. Het duurde even voordat ik hem door had. Maar toen ik een beetje begon te levelen, you know. Nou. Dan maakte ik me werkelijk kostelen. Ja! Lachie! Grappig, man! En kan je niet van die bellen? Die 50 meter verderop een bananenschil ziet liggen. Dat is een goeie! Wel, ziet verder 50 meter verderop een bananenschil liggen. Zeg die. Oh nee, hè. Dat wordt weer vallen! Krijgen we nu een optreden van Sjaki de Goochelaar? Kaas gaat! Hooggeëerd publiek, met een knip van mijn vingers heb ik totale macht over het licht. Dit is toch wel zo ongelooflijk knap, hè? Knip, kneut, en het licht is uit. Knip, knaam, en het licht is aan. Hoe doen ze dat toch? Knip, kneut, en het licht is uit. Knip, knaam, en het licht is aan. Toen zag ik opeens achter de goochelaar die geipoonum van een stand-up comedian staan. Die de lichtschakelaar aan me uit aan het doen was. Oeh, shit, goochelaar. En toen weer bij mij was het dubbels. Die slimme vogel. Je hebt het daar, Parno. Ik verviel dit keer in gevaarlijk gelach. Ongehoord was het dit keer. Ik had nog nooit zo gelachen.